de oud-doelman van Feyenoord, meer dan 10 jaar daar rondgelopen. Toen kwam hij, kwam Vermeer en moest Mulder plaatsmaken. Sint-Juste. De spelers lijken wat moeite met de grasmat te hebben. En nu leidt Sint-Juste uiteindelijk ook balverlies. Gustafsson. 1-2'tje. Gustafsson, zijn eerste kans is kappen en dan breedleggen. Kuit, ja, dan is het er hangen natuurlijk. Sint-Juste in de fout. Dan Gustafsson, effectieve 1-2. En daarna bewaart hij toch de rust. En, dat moet je ook zeggen, wordt er totaal niet meer meegelopen met Kuit. Weer een tegenvaller voor Heerenveen. 7 wedstrijden op rij zonder winst nu in de Eredivisie voor Heerenveen. Wenovic. Balletje is prachtig. Klaarleggen op Kramer en het is 2-0. Wat een mooi doelpunt. Zelfde man van de assist. Andere afmaken. Maar Heerenveen laat het gebeuren en Feyenoord wandelt door de verdediging bij Vlaag. Het gaat heel makkelijk. Gustafsson legt hem al een keer klaar voor Kuit. Hier doet hij hetzelfde voor Kramer. 2 keer niet zelfzuchtig, maar het overzicht op het juiste moment. Slordig dit, want El Amari wacht iets te lang af. De slagveer, die heeft Tern mee en Veerman. Hij kiest voor Veerman en daar loopt de nieuwkoper binnenweg. Van der Berg, goede actie en een aardig schot. Het applaus meteen vanaf de tribunes, omdat dit voor de Heerenveen supporters een beetje de eerste keer is dat ze kunnen klappen. Vlag blijft omlaag. Kramer zoekt Kuit. Vindt Kuit bijna. Daar is Gustafsson en het is hangen. Uitblinker met 2 assists nu en een doelpunt. Is hij dan dat ontbrekende puzzelstukje? Want sinds hij speelt gaat het zoveel beter bij Feyenoord. Wenovic weer aan de basis. Kramer zoekt dan Kuit, maar vindt Gustafsson. Maakt hem wel fantastisch af. Is niet goed, dus zit Elia ertussen en kan Feyenoord weer weg. En het fluitconcert volgt meteen. Gustafsson kiest positie. Elia voorlopig zelf, legt hem klaar voor Kuit. En van richting veranderd, 0-4. Feyenoord overklast Heerenveen op alle fronten. Schaam je kapot. En dat zijn uiteraard de Heerenveen supporters. Elia zoekt lang zelf de ruimte om te schieten. Die ruimte is er niet. Het is weer een bal waarbij Mulder niks kan verwijten. Maar die heeft er wel een 4 in liggen intussen. Tern. Schot van Tern. En Vermeer laat los. Maar heeft hem alsnog. Klein momentje van Heerenveen. Kuit. Moet je naar Kramer, die schiet door. Nou, weer Kramer. Nee, nu voorkomt Mulder dat. Een beetje voor het eerst dat Mulder kan redden volgens mij. Bal schiet door en zit erin. Daar is Kuit weer. 0-5 en de eerste helft is nog niet eens afgelopen. Ja, 3 keer Kuit. 10-10-10 klinkt er zelfs uit het uitvak. En ze zit op schema. Tern. Larsson. Aardig balletje. Nou, dit is dan de kans voor Veerman. En die maakt hem ook. Ook hier is de reactie een wat cynische. Maar er valt er in ieder geval iets te juichen. Misschien niet al te hard, maar iets positiefs. Dat is alweer een tijdje geleden voor de Heerenveen supporters. Wenovic, de trap is goed en de bal op de lat. Met Kuit en Bijker daar. Maar de sfeer komt natuurlijk uit het uitvak. Daar is de sfeer ook na een wat minder speculaire tweede helft. Fantastisch. Veerman. En die schiet er ook nog eentje in.
Bij mij in ieder geval één speler van Heerenveen een aangename middag heeft, want hij heeft er nu twee gemaakt. Knappe treffer. 2-5 is het uiteindelijk. De eerste helft, dat is het verhaal van deze wedstrijd. Drie keer Kuit, maar ook een uitblinkende Gustafsson zorgde ervoor dat Heerenveen veel heeft om over na te denken. En dat Feyenoord eens te meer bewijst dat er een hele goede ploeg staat